We zijn ook de afgelopen dagen ontzettend druk geweest met alle collega's van het waterschap om het water zo snel mogelijk weg te krijgen. En dat betekent ook in de stad dat we roosters moeten schoonmaken, moeten pompen bedienen. In Oldenzaal hebben wij het Banensgemaal aanstaan. Het Banensgemaal, daar moet beheer op zitten. Mensen moeten erbij zitten om te zorgen dat het gemaal blijft lopen. In de stedelijke omgeving zijn we heel druk bezig om te kijken dat er niks verstopt raakt. En zodoende zijn we met het waterschap ontzettend druk bezig om het in deze hoogwaterperiode te bestrijden. En het water zo goed mogelijk weg te krijgen uit de stedelijke omgeving. Hoe komt het dat de waterstand zo hoog is? Nou, zoals u zoveel heeft kunnen zien, de afgelopen dagen heeft het flink geregend. In de maand december heeft het sowieso al heel veel geregend. Alles met al zorgt ervoor dat het gewoon overal heel erg nat is. Zowel in de bodem, maar ook in de sloten, rivieren en beken. Maar stroomt het dan niet goed weg of waar ligt het dan precies aan? Het stroomt heel goed weg. Het werkt heel goed. Alleen wat je nu ziet, nu heb je een hoeveelheid water. Wat je niet elk jaar krijgt, het is gewoon een bovengemiddelde hoeveelheid water. En dat heeft de tijd nodig om weg te stromen. En wat gebeurt er als er dan inderdaad een gebied, bijvoorbeeld hier in Enschede, zijn grenswaarde bereikt? Wat moet er dan gebeuren? Krijgen jullie daar een melding van of hoe werkt dat precies? Ja, we hebben ons systeem ingericht hier. We staan hier ook bij het Kristalbad. Het Kristalbad is ingericht om primair als doel om wateroverlast tegen te gaan. Het water wil heel graag van Enschede naar Hengelo, Almelo en richting Ommen en dan nog verder naar beneden. We proberen hier het water af te remmen, zodat beneden Enschede zo min mogelijk wateroverlast ontstaat. Ik heb vooral gezien dat er veel kelders onder water lopen. Wat kan er nou eigenlijk aan gedaan worden, zodat dat zo min mogelijk gebeurt? Nou, veel als je dat kelders onder water komen te staan, omdat kelders niet waterdicht zijn. Kelders moeten waterdicht zijn. Daar kunnen wij verder niks aan doen. Wat wij proberen is het water zo snel mogelijk af te voeren uit de stedelijke bebouwing. Richting de beken en de sloten en weg van de stad. Dat is wat wij gaan doen en mensen moeten zelf ervoor zorgen dat de kelders waterdicht zijn.